Ik ben Roy Paalman, HR-directeur bij Vion Food Group. Vion is een internationale vleesproducent met productiebedrijven in Nederland en in Duitsland. En wij zijn er eigenlijk ook heel erg trots op dat wij als eerste werkgever het estafettestokje Keep on Learning in ontvangst mogen nemen. Vion is eigenlijk een aantal jaren geleden begonnen met het thema duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten. En een van de pijlers onder duurzame inzetbaarheid is opleiden en ontwikkelen van medewerkers. En dat doen we eigenlijk het liefste, dat medewerkers zelf het initiatief nemen tot opleiden en ontwikkelen. We praten daar met mensen over iedere jaar, tijdens hun jaargesprekken. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel verplichte trainingen die medewerkers moeten volgen en die we ze ook in staat stellen om te volgen. Nou, verder is het denk ik ook interessant om te vertellen dat Vion een eigen academy heeft, de Vion Academy, waarin natuurlijk leren en ontwikkelen centraal staat. Ja, ik realiseer me dat opleiden en ontwikkelen ook over mijzelf gaat. En je bent snel geneigd jezelf daarin te vergeten. Dat doe ik niet. Ik bezoek met name workshops en klankbordgroepen om te kijken waar we staan binnen Vion en waar we staan binnen de markt. Wat ik andere werkgevers zou willen meegeven is dat het belangrijk is dat ze stilstaan bij het proces van bewustwording. Zorgen dat mensen inzien dat het belangrijk is dat ze blijven ontwikkelen en leren. Wat dat betreft is het thema Keep on Learning daarin heel erg belangrijk. Dus ik zie ook uit aan het overhandigen van het stokje naar andere werkgevers, in de hoop dat zij ook met passie aan de slag gaan met opleiden en ontwikkelen van medewerkers.